We zijn vandaag aan de oevers van een prachtige plas in het midden van het land. Een ideaal water voor Tinka Tinka, die mysterieuze vis die we ook wel zeelt noemen. Joran Bal vist vandaag met Peter Berkhout, een echte zeeltspecialist. Nu denken heel veel mensen van, die zeelt, dat is wel een heel moeilijk te vangen vis. Nou, dat valt best wel mee, zeker met de method. We zijn benieuwd of ze vandaag zo'n prachtige zeelt gaan vangen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in. Zo. Dus. Precies in de midden. Zag je het? Ja. Hij was uitgemeten. Ja, ja. Dan kwam ook het naar boven. Ja, daarachter kwam een hele mooie schub volgens mij eruit. Ja. Waarom zitten we precies hier op deze stek? Ja, dit is de plek waar de zeelt zit. Hè? Lelieveld waar we tegenaan vissen. Nou ja, zo dicht mogelijk er tegenaan. En daar zit die zeelt dus. En daar gaan we ze pakken. Tegen de waterplant aan? Ja, tegen de waterplanten aan en eronder. Maar die krijgen we er wel onderuit. Die komen op het voer af en dan? Ja, ja, ja. Ja, die gaan toch die randjes afzwemmen. En op zoek naar slakjes en ja, ander voedsel. En dan komen ze ons aas vanzelf tegen. Ik ben benieuwd. Ja, dat komt helemaal goed. Degene voor jou. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Even het korfje vullen. Zo, de korven zitten vol. Klaar voor de zeelt. Die zwem je genoeg, heeft Peter me verzekerd. Dus het moet lukken om zeelt te vangen. Zeelt zwemt in heel veel water in Nederland. En dit is er één van. Kies een juist water uit en je vangt zeelt. Nou, geschikte zeeltwateren zijn wateren waar je lelievelden hebt. Rietkanten, rietpollen. Wateren waar wier in zit, daar moet je wezen. Het hoeft niet per se helder te zijn als er maar voldoende waterplanten in staan. Dat is belangrijk. Pak even een zitje erbij. Dat is altijd makkelijk. Dan ga ik ook even zitten. Nou, laat maar komen. Ze kunnen losgaan, dus wij zijn er klaar voor. Ja, toch? Kijk, wat hebben we hier voor mooie bakjes staan? Nou, het ene bakje, dat is, hier zitten mini pellets in. Gewoon normaal grondvoertje. Ja. Zaadjes en dat soort dingen. En dat is eigenlijk ja, een prima grondvoertje voor de zeelt. Ja, dan druk je dan zeg maar je haakaas ja. Erop, dat er overheen ja. En dan even vast. Je vult het malletje en je voer erin. En je drukt de metal erin. En het voer blijft perfect zitten. Ja. En vis je maar. Ja. Dus. Vis, ik denk een brasem. Ik zag al een staart boven komen. Maar toch, voor een brasem beet hij toch wel... Ja, het is een mooi aanbeet. Aanbeet, ja. Is er bijna. Komt hij aan. Hoppa. Zo. Hoe groot zou hij zijn, denk je? Nou, 5,56 misschien. En? Ja. Hij is, om precies te zijn, 56. 56. Nou, geen zeelt, wel een mooie vis. En wellicht dat het een voorbode is van meer vis en hopelijk ook zeelt. Kut. Oh. Vis? Ja. Maar hij is ook een plat, hè? Ja? Ja. Althans, anders legt hij niet bovenop. We gaan gericht op zeelt vissen. We mag alleen maar brasems. Hebben die kip. Het zijn brasems, maar de zeelten die gaan volgen, dat weet ik zeker. Ja? Komt goed. Komt dit vaker voor? Ja, ja, ja. Oké, okay, nou vertrouw ik op je en dan gaan ze terug. Oké. Okay. Mogen ze een zeelt halen. Ja. Nou afremmen. Is het nou makkelijker zeg maar, qua vissen, de manier van vissen, dat je zeg maar, alleen die hengeltop even in de gaten hoeft te houden voor de rest eigenlijk niet hoeft op te letten? Is dat een van de doelen? Ja, nou ja, je moet wel goed bij de les zijn, want zeker als je tegen die lelievelden aan vist, als je daar niet op zit te letten, dan zit hij zo 5 meter in het veld.
Want je hebt natuurlijk die rek van je lijn en heel die toestand. Dus ja, dus je moet toch wel echt scherp zijn. Dus eigenlijk hetzelfde met andere manieren van zeeltvissen, bijvoorbeeld met de pen. Moet je ook gewoon scherp zijn. Je moet toch altijd alert zijn. Ja. Maar waarvoor kies je dan per se voor de method feeder als je gaat zeeltvissen? Ja, dat is gewoon, ja, dat is zo ons gegroeid eigenlijk. Ik ben met de method feeder een vissen. Ja, en je vangt er eigenlijk ongemerkt zo makkelijk zeelt mee dat je denkt van, hey, zeelt is toch wel een hele mooie vis. Die kun je de method feeder heel goed voor gebruiken om daarmee te vissen. Dus, en je kan heel goed op afstand tegen lelieveldjes aanvissen en hem precies neerleggen waar jij wilt. Ja. Dus. Het is een tijdje stil daar. En ik zie wel hier overal belletjes voor. Hè? Ja. En heb je ook een plekje gemaakt, hè? Ja, dat klopt, ja. We hebben particles ingegooid, dus er zit nou vis op. Dus. Even als ik jou was, zou ik het proberen, ja. Het ziet er iets beter uit. Ja, trek hem door. Ja. Ja, ik moet hem toch even. Oh, dat is wel mooi hoor. Oeh, sterke vis. Ja, die willen wel hè. Ja, komt die aan. Ja, mooie mis. Bijna. Best. Hoppa! Schitterende vis. Ja. Mooie rode ogen. Die groene kleur. Die hele grote flappen. Ja. Echt mooi. Ja, schitterend. Daar komen we voor. Zeker. Doen we het voor. Nee? Snel terug en dan kijken of we nog misschien iets groters kunnen vangen. Kunnen. Ja, ja toch? Ja. Ja, ze gaan nou pas beginnen. Ja, dat is waar. Materialen, even wissen. Wat is het nou precies voor setup? Nou, dit is een method feeder van 3,60 meter. Mm-hmm. Engeltje. Nou ja, goede parabolische actie, dat ding. Er zit een molentje op 4000 serie. En de lijn? Lijn 2500ste zit erop. Mm-hmm. Nou ja, dat is dik zat. De methods die zijn 28 gram. Je hebt een onderlijntje van 10 centimeter. En daar liggen ze. Ja. Hier liggen ze. Haakmaatje 10 of 12, dat is voldoende. Mm-hmm. Dit is er dan eentje met een elastiekje, met een beetbandje. Ja. Kun je een pelletje tussen duwen. Maar ik zie veel meer azen heb je daar liggen. Ja. Wat gebruik je nog meer? Dumbbeltjes. Ja. Kun je gewoon, althans, je kan ze in een elastiekje doen. Een beetbandje. Of je kan een bajonetje inprikken. Dus die kan je op allerlei manieren gebruiken. Heel makkelijk. Mais kan, wormen kan. Maakt niet uit wat. Je kan er in principe alles aan hangen. Je kan de kaas aan hangen. Zelf is niet zo moeilijk. Nee. Je eet alles. Echt. Veel verraad. Ja, lijkt een beetje op mij. Dus, Ik had hem nog geen eens strak leggen. Ik was hem strak aan het draaien en ging gelijk. Dit is geen plat, hè? Nee, dit is geen plat. Dit is andere koek. Dit is geen braaf. Daar komen we voor. Kuiper, denk je? Ja, ik weet het niet. We gaan het zo zien, hij is dichterbij. Ja, toch zilt. Ja? Die zat er wel heel dik bovenop in één keer. Ja, ze gaan alle kanten op halve de groei. Helemaal goed. Zo is die binnen. Ja. Neem ik even de rol van fotograaf op me. Is goed. Nou, hier doen we het voor, hè? Ja, dat staat er schitterend op. Mooie vis. Nou, het begint donker te worden. Het wordt tijd om af te sluiten.
hebben we zelfs in de laatste uurtjes, toch meestal de beste uurtjes, geen zilt gezien. Daarvoor wel gelukkig. Zeker. Dus de tips en trucs die je ons hebt gegeven, die werken. Die werken wel, ja. En nou ja, moet het eind aan breien, het wordt donker. Dus het zit erop. Tot de volgende keer.